Wij mogen van de Nederlandse overheid weer onze postduiven laten trainen. En ik wil vandaag eens vertellen hoe we dat doen omtrent de coronamaatregelen die daaraan verbonden zijn. En ik hoop dat het allemaal dan voor iedereen duidelijk is, dat we het goed doen. Dat we proberen zo goed mogelijk voor onze oudere leden een veilige omgeving te creëren. Deze duiven zijn erom gekweekt en getraind en worden ook zo gevoerd en gehouden om afstanden af te leggen. En als wij die afstanden niet meer doen, dan verdwijnt eigenlijk dat gevoel voor het hok en de afstand. Hè. Want als we ze 300 kilometer loslaten, heeft die duif, we weten niet waardoor het komt, toch weet hij automatisch welke richting hij moet vliegen om weer thuis te komen. En als we dat niet trainen met kleine stapjes, dan gaat hij dat verliezen en verliest hij elke keer ook zijn sportwaarde. Nou, we hebben een landelijke organisatie, de NPO, en die heeft in overleg met de veiligheidsregio's afgesproken dat wij wel onze duiven mogen trainen in kader van het welzijn van de postduif, maar dat wij geen wedstrijden mogen houden. En dat doen we natuurlijk ook niet, maar we mogen wel onze duiven al inkorven, wegbrengen, loslaten en weer thuis opvangen. Inkorven betekent dat de liefhebber, die komt hier op ons trein, die heeft zijn korf met duiven bij zich en een klokje tegenwoordig, want alles gaat elektronisch, ook wij zijn hier stil blijven staan. En dan geeft hij dat af aan de tafel waar we zo naartoe gaan. En dan kunt u zien hoe wij dan zijn duiven eigenlijk in de manden stoppen, hoe het klokje in de computer wordt ingelezen. En als alles klaar is, krijgt de liefhebber zijn klokje weer mee en gaat hij weer terug naar huis. Liefhebbers kunnen niet zomaar komen. We spreken met elke liefhebber een bepaalde tijd af dat hij hier mag zijn. We zijn bezig met onze Duitse vrienden om te mogen lossen straks in Duitsland. We willen natuurlijk de afstand graag wat opvoeren, want dat is het hele verhaal erachter. Helaas kunnen we in België nog niet lossen, want België is gewoon dicht voor iedereen. In Frankrijk zijn er wel aanwijzingen dat we daar uiteindelijk ook kunnen lossen. Dus daar kunnen we Nederland, stukje Duitsland, richting Frankrijk. Ons verenigingsleven, dus het leuke gezellig bij elkaar zijn, is op dit moment nul. Dat komt erop neer. We mogen met 3 mensen hier zijn. Dat behouden we eigenlijk in dat we 1 persoon in het gebouw zelf hebben. Die bedient de computer. En 2 personen zijn op het terrein, op het buitenterrein. Met natuurlijk de afstand die we nodig hebben om veilig te kunnen inkorven. En daar houdt het eigenlijk mee op. Maar onze duiven kunnen trainen. En dat vinden we belangrijk.